Hier staan we aan een wel heel bijzonder graf. We staan hier aan het graf van Messire de Wapenaert. Veel mensen denken, ja, die edelmensen en die hoge officieren, die hebben toch nooit iets gedaan. Wel, kijk, het tegendeel is hierbij bewezen. Deze hoge edelman is gesneuveld als korporaal bij het 4e regiment Jagers te Voet. Nu, het rare hier is dat hij twee graven heeft. Hij heeft langs de ene kant dit hier, de officiële militaire Belgische zerk, en daarvoor zijn oude oorspronkelijke zerk waar hij mee begraven is in de lente van 1918 toen dat hij gesneuveld is. U moet ook weten dat op deze begraafplaats in de jaren 20, toen men begonnen is met al die graven te uniformiseren, dat was één grote cacophonie van verschillende zerken. En daarom heeft men ook gekozen voor over te gaan naar één soort zerk. Maar voor deze mensen heeft men blijkbaar een uitzondering gemaakt. En op een of andere rare wijze heeft hij dus twee graven. Zijn oude graf en zijn uniforme Belgische zerk.